Vanuit het traditioneel gezag van Brokopondo zullen 7 petities worden ingediend aan president Chandrika Prasad Santokhi. Bij het bezoek van het staatshoofd afgelopen zaterdag hebben de bewoners niet alles kunnen voorleggen aan de delegatie. Kapitein Ronnie Asabina van Marshall Creek geeft aan dat de bedoeling van de Kruutu was om de mensen van het district te horen. De tijd was echter niet hun bondgenoot. Daarom heeft het traditioneel gezag ervoor gekozen om dat wat niet is aangekaart in petities te vervatten voor de regering. Hij zegt dat de bewoners van het district ook voorstellen hebben hoe zij de problemen samen met de regering kunnen oplossen. Wat wij van het traditionele gezag, wij hadden in een eerder stadium vergaderd met de Gramma toen hij hier op bezoek was. En bij die gelegenheid zijn er besluiten genomen. En al die besluiten in belangrijke deel hebben we in de vorm van petitie op papier. En vanuit het traditionele gezag zullen een 7-tal petities ter hand gesteld worden van de president. En we hopen dat de president aan die zaken zal werken. En het gaat allemaal om zaken die het district bezighouden. Asabina is blij dat de regering de hulp van deskundigen zal inroepen om de problemen van Brokopondo te analyseren. Hij heeft aangehaald dat er een noodfonds komt. En staatsolie is bereid 400 miljoen ruim een half miljard daarin te stoppen. En hij wil samen met de gemeenschappen zitten om de mogelijkheid voor relocatie na te gaan. Dus op zich zijn we tot nu toe niet helemaal tevreden, maar ik merk dat we de goede kant op gaan. Er worden stappen voorwaarts gezet. Als zou je moeten praten van babystappen, het is een vooruitgang. Een bewoner van het district haalde aan dat er al lang preventieve maatregelen getroffen moesten zijn. Als oplossing ziet ze dat er dijken gebouwd worden. Een andere bewoner wees erop dat alle andere districten al stroom hebben, maar Brokopondo en Sipaliwini nog niet. Is je fout dat je een dam aan? Toen was je dam leggen, is je al wat rijk waar de dorpen aan niet dragen aan? Dat je met een bouw dijken, na zee aliba, unowan no wat rasani. Dijken om ons bouw, unowan no wat rasani. Dus unogo las moeten naar de wetten, unogo las moeten naar de regels. Om bouwen dan lange langs alle de dorpen, gooien de kriki, dijken. Dan maak je mooi, like toeristisch fasie. Dan maak je smaak tap daar de dorpen. De biggest smaak voet trouwe productie daar zo. Dus unai prosje gaan nog aan zee. Zijde maak je den dorpen in district Brokopondo naar Sipaliwini no abistroom ete. Baka 60 jaar manikeri abi foto abi saramaka abi koroni abi nanga marwina da unu echara offer. Want minister fu eros don dape, they says donja na manga debe waka ina dotwatra. En u alamala efiri nanga dens masas donja. In het weekend heeft het staatshoofd beloofd dat er een crisisteam voor Brokopondo geïnstalleerd zou worden. Hij heeft gisteren de datum bij het woord gevoegd. Het Nationaal Crisisteam is een interdepartementaal team dat zich gaat buigen over de problemen in Brokopondo.